Beste kijkers, goedendag. Ik kreeg een leuke foto binnen van Jolanda Plasmans uit Hendrik Ido Ambacht. Haar hond is hier lekker aan het ravotten. Ja, tussen dat hoge gras en het onkruid, pas wel op, want er zijn weer tekenen. Nou, we zitten zo'n beetje aan het eind van de lente, een beetje de voorzomer zeg maar. En ja, steeds meer van dit soort leuke tafereeltjes eh, krijg ik binnen. En daar kan je natuurlijk geen genoeg van krijgen. Nou, vannacht hebben we te maken met weinig bewolking in de regio. De temperatuur daalt naar zo'n 11 of 12 graden, en de wind neemt daarbij in kracht af. Nou, vrijdag lijkt het weer wat sprekend op dat van vandaag. Volop ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolkjes. Temperaturen 18 graden langs de kust. 23, 24, misschien wel weer 25 graden in Goikem. En dan bij een matige wind uit het noordoosten. Aan zeewijtenwind matig uit het noorden. Nou, na morgen blijft het goed weer. Dat is het positieve nieuws. Maar de temperatuur gaat naar beneden. Het wordt dus koeler. We zien dan een zonnige perioden in het weekend, afgewisseld met een paar wolkenveldjes, maar de zon die overheerst nog duidelijk. Temperaturen komen uit op zo'n 18, 19 graden gemiddeld genomen. En langs de kust is het duidelijk koelen en de bijwijzende matige aan zee soms vrij krachtige wind uit het noordoosten. Nou, uitstekend nieuws volgens mij. Voor de ladies' run, die komende zondag wordt verlopen in het zuidenpark. Nou, maandag overdag, nou, waarschijnlijk nog droog, geregeld zon, een graad of 17. Dinsdag neemt de kans op een bui toe en loopt de temperatuur weer een paar graden op, omdat de wind dan eindelijk eens gaat draaien naar het Zuidwesten. Nou, maakt u mooie weerfoto's, kunt u ze insturen natuurlijk? Weerfoto.rijmond.nl Weerfoto ApenstaartRijmond.nl. Dat is het adres waar u de weerfoto's kunt heen sturen. Maak er nog een mooie dag van en geniet van het heerlijke voorzomerweer!